Steeds meer jongeren zonder diploma van school. Vierdaagse zoekt logeeradressen voor wandelaars. En woonwinkels maken zich klaar voor Tweede Paasdag. Steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. In het studiejaar 2021-2022 stopten ruim 30.000 jongeren, bijna allemaal mbo'ers, zonder een zogenoemde startkwalificatie te halen. Dat zegt onderwijsminister Dijkgraaf in de Tweede Kamer. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan het jaar ervoor en het is het hoogste aantal in 10 jaar. Ja, ook in Nijmegen zijn er veel jongeren vroegtijdig van school weggegaan. En inderdaad meer het afgelopen jaar dan de jaren ervoor. Het zijn er nu in Rijk van Nijmegen, dat zijn de 7 gemeenten rondom Nijmegen, zijn het er 504. En dat was het jaar daarvoor 419. Dus bijna 100 jongeren zijn eerder gestopt met school dan de jaren daarvoor. Het blijkt dat corona niet meegeholpen heeft. Je zit in je eentje achter een laptopje en waar haal je dan precies de motivatie vandaan? Dus dat heeft iets gedaan. Sommige jongeren hebben echt verkeerd gekozen. Die zijn begonnen met een studie waar ze helemaal geen zin in hebben. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de arbeidsmarkt nu heel erg gunstig is. Dus je kunt ook zonder diploma best wel makkelijk aan het werk komen. En dan is dus de verleiding best wel groot om meer te verdienen dan de leeftijdsgenoten om je heen. En om nu even het grote geld te maken voor je gevoel. Maar voor de lange termijn is het niet echt slim. Ik denk dat die arbeidsmarkt, dat is ook mijn ervaring, ik ben ondertussen wat ouder, die stort ook weer een keertje in. En dan worden de eisen weer omhoog gekrikt. En dan is het heel erg belangrijk dat je wel een diploma hebt. En als het een mbo-diploma is, dan heb je in ieder geval de basis om ofwel verder te studeren, ofwel fantastisch nodig werk te doen. En op het moment dat er heel veel jongeren beschikbaar zijn om het werk te doen, je kunt als ondernemer kiezen, ik wil iemand met of zonder diploma, dan kiezen de ondernemers voor iemand met een diploma. Maar ik heb het idee dat we ze wel allemaal op de radar hebben. Dus ik hoop, en als het anders is en mensen kijken nu, schrijf de wethouder een mailtje. Als het is dat je het idee hebt dat je niet in zicht bent, meld je dan. Zo, bij de gemeente of bij je school of bij bureau leerrecht. Want er is echt de mogelijkheid om weer in te stromen. De Vierdaagse laat nog even op zich wachten. Maar mensen die dit jaar meelopen zijn er al volop mee bezig. Natuurlijk met trainen, maar ook bijvoorbeeld om het regelen van een slaapplaats. Stichting Vierdaagse Bed koppelt ieder jaar wandelaars aan mensen die een logeeradres aanbieden. Toch wordt het niet altijd genoeg gedaan. Zo was er vorig jaar al een flink tekort aan logeeradressen. De stichting roept inwoners van Nijmegen dan ook op om zich aan te melden. Voor Ans Jansen uit Nijmegen is het inmiddels vaste prik. Al ruim 12 jaar ontvangt zij jaarlijks meerdere gasten in de week van de Vierdaagse. Mijn kinderen die zagen er echt tegenop als de Vierdaagse weer begon. Want dat betekende dat ze hun spullen op moesten ruimen. Die hele kamer moest leeg. Alles moest schoongemaakt worden. En zij liepen daar heel veel ook mee, hoor. Dus dan had ik 2 kamers voor 2 personen. En 1 voor 1 persoon. En dan was het altijd een beetje bekijken van wat is mogelijk. Want soms kwamen mensen bijna met het hele gezin. Of ze kwamen als eenlingen. Ja. Maar ja, dan had je 3 eenlingen. Dan moeten er toch 2 eenlingen bij elkaar op een kamer. En die kenden elkaar dan helemaal niet. Mm-hmm. Ik heb wel eens gehad dat we 10 gasten hadden of zo. Dan was het gewoon te druk. En dan ben ik mezelf maar hier gaan installeren. Want er was gewoon geen plek meer in huis. Het was echt gigantisch. Het was alles, helemaal geen probleem. En alles voor de Vierdaagse. Alles voor de Vierdaagse, ja. Dat is geweldig. Ook Boukje en Jeroen uit de Biezen stellen al enkele jaren een huisje ter beschikking. Samen met hun 3 dochters maken ze het de wandelaars helemaal naar hun zin. 7 jaar geleden of zo hebben we voor het eerst gedacht, we wonen dicht bij de start van de Vierdaagse. Ja. Waarom stellen we ons huis niet ter beschikking om gasten te ontvangen? Maar hoe voelde dat voor de eerste keer? Je krijgt in één keer vreemde mensen over de vloer. Je weet in de eerste keer niet helemaal hoe een aantal dingen gaan natuurlijk. En dan krijg je de eerste wandelaars over de vloer. Dat is dan natuurlijk nog een beetje wennen. Hoe gaat dat? En, het is wel een beetje zoeken. De eerste keer kan ik me nog wel herinneren, er kwamen eigenlijk dekens tekort. En wij doen dat via vierdaagsebed.nl. Ja. En de voorwaarde is wel dat je zorgt voor goede slaapplekken. Dus we hebben destijds al meteen wel gezorgd voor goede bedden, zeg maar, die we ook kunnen inklappen en opklappen.
En dan kom je ook door die wandelaars zijnde in het ritme van de Vierdaagse. Dus dat betekent heel vroeg naar bed en heel vroeg opstaan. Nou, daar hebben we wel een trucje voor bedacht hoor. Het vroeg naar bed gaan is inderdaad wel zo. Al zijn er wandelaars bij, die vinden het ook heel leuk om gewoon wel in de avond lekker te blijven zitten. Ja. Die kunnen dat ook aan. Andere wandelaars gaan inderdaad wel op tijd naar bed. Dus dan is het vanaf 9 uur is het hier rustig in huis. Ja. Er wordt dus nog massaal gezocht naar nieuwe slaapplaatsen voor de wandelaars van dit jaar. Mensen die zich willen opgeven als gastgezin of juist wandelaars die een slaapplek zoeken, kunnen zich inschrijven via de website visitnijmegen.com. De vakbonden zijn eruit gekomen met de werkgevers en er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het streekvervoer. Buschauffeurs van bedrijven als Arriva, Keolis, EBS en Qbus krijgen er 15% loon bij en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Dat betekent dat de stakingen van de baan zijn. Museumpark Orientalis in Heilige Landstichting is bang dat er opnieuw brand gesticht gaat worden. Recent brak er tot 2 keer toe brand uit, waarbij de 2e keer een grote loods totaal verwoest raakte. De politie heeft een vrouw opgepakt, maar haar wegens gebrek aan bewijs ook weer vrijgelaten. Tot grote zorg van de directeur van Orientalis. De vrouw heeft zich inmiddels in de nachtelijke uren alweer in het park begeven. Afgelopen dinsdagnacht hebben we haar weer op de camera gezien, verzucht de zeer bezorgde directeur. Om 12 uur en om 4 uur 's nachts. Ze was ook al te zien op de camerabeelden van zaterdag 25 maart, de dag dat de loods en alles wat erin stond verloren ging. Ja, de paasdagen staan weer voor de deur en dat betekent maar 1 ding, drukte op de meubelboulevard. Tweede paasdag gaat namelijk steeds vaker hand in hand met slenteren door woonwinkels. Hoe bereiden deze zaken zich hierop voor en wordt er nog iets speciaals op touw gezet? Dat vroegen we aan de winkeliers op de Nijmeegse woonboulevard. Paas is weer een aantocht en dan denk je natuurlijk aan paaseieren zoeken, brunchen en naar de kerk gaan. Alleen is dat naar de kerk gaan voor veel mensen vervangen door naar de woonboulevard gaan. Maar waarom eigenlijk? Crisis of niet, op tweede paasdag gaan nog altijd veel mensen naar de meubelboulevard. Ik word wakker met een kater van de paasdagen voor. Ik pers een verse jus en nu er vandoor. En Pasen komt eraan. Verwachten jullie dat het een beetje druk gaat worden? Wij verwachten zeker dat het druk gaat worden. We hebben er ook goed op voorbereid. Dus we zijn helemaal klaar om extra klanten te gaan ontvangen. Ik heb wel de verwachting dat het flink druk gaat worden. Uit ervaring is vooral de tweede paasdag echt een dag waarop mensen besluiten om te gaan winkelen. Grote uitgaven te doen. Het is wel nieuw voor mij in de woonwinkel. Maar vanuit ervaring is het altijd druk. Met Pasen, eerste paasdag niet, want dan gaan we zelf dicht. Hè? Dus, maar tweede paasdag verwachten wel best wel drukte. Ondanks het feit dat het erg warm gaat worden of in ieder geval goed weer gaat worden. En heb je enig idee waar die drukte rondom Pasen vandaan komt? Ik denk dat de mensen vooral heel erg blij zijn dat ze weer de deur uit kunnen. Dat ze weer naar de woonboulevard kunnen. En dat ze weer nieuwe spulletjes ook voor hun huis kunnen halen met nieuwe leuke paaskleurtjes. Het idee om lekker uit huis te gaan, wat te doen, lekker ondernemend zijn. Is ook vaak wel iets dat je met je gezin doet. Dan ga je lekker met het gezin eruit, een beetje geld uitgeven. En hebben jullie toevallig ook een paasactie? Wij hebben op dit moment geen paasactie, maar we proberen de winkel wel zo leuk mogelijk in te richten. We hebben leuke, lekkere hapjes klaarstaan, paaseitjes, paaskoekjes. En we hebben altijd een bakje koffie voor de klant. Wij hebben een paasactie waar ik nog niks van mag zeggen, jammer genoeg. Oké, dat is jammer. We hebben diverse paasacties. We zijn 40 jaar bestaan, Beter Bed. Daar hebben we al diverse acties op. En met de Pasen haak ik daarop in. Met leuke acties van boxrings voor weinig centjes. En wat ga jij zelf doen met Pasen? Ik ga zelf gourmetten en misschien even een leuk festivalletje opzoeken. Dus naar de kerk zit er voor jou niet meer helemaal in? Nee. Ik zou graag willen zeggen voor mijn opa en oma dat het er wel in zit, maar dan zou ik liegen. Ik ga toch liever een biertje drinken. Nee, die kans is heel klein. Zou je zelf naar een woonboulevard gaan als je dan vrij zou zijn? Zou je dan zelf naar een woonboulevard gaan? Ja, dat zou ik wel doen, maar niet zozeer met de intentie om specifiek geld uit te geven. Als slecht weer is, zou ik inderdaad misschien de winkels gaan bezoeken. Van dingen die ik nodig zou kunnen hebben. Voor de gezelligheid meer. Dus ja. De eerste paasmaand. Baby, is tweede paasdag. Dat doe ik wat niet op de eerste paasmaand. Onderweg eet ik 24 chocolade-eiers. Kom ik aan bij de parking, staat een gast met wat flyers.
Ja, en dan kijken we even naar de sociale media. In het kader van de Week van de Groene Tuin roept gemeente Overbetuwe op om tegels uit je tuin te halen en er groen voor terug te plaatsen. Dit om regenwater beter te laten wegzakken en de gevolgen voor klimaatverandering te verminderen. De actieweek loopt tot en met maandag en voor elke tegel die men inlevert krijg je een plant terug. En de Overbetuwse wethouder Wijnte Hol plaatst een foto op Instagram van danser Juvat Westendorp. Hij is ambassadeur van het project Overbetuwe Beweegt en gaf een dansworkshop op het Hendrik Pierson College in Zetten. De gemeente vindt het namelijk belangrijk om een gezonde en actieve leefstijl te promoten. Ja, en dan sport. Dit paasweekend speelt NEC de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Het vizier moet weer op scherp na de verloren thuiswedstrijd tegen PSV. Voor Emmen zijn de punten hard nodig om zich veilig te spelen. En NEC heeft de punten nodig om nog mee te doen voor een play-off plek. Eerste paasdag mag trainer Rogier Meijer met zijn selectie naar Emmen. Dus even geen paasontbijt thuis. Nee, dat klopt. Dus ja, dat sla ik dan over. Maar Emmen is, vind ik, een goed voetballende ploeg. Die eigenlijk op een hele duidelijke manier speelt. Altijd onder leiding van Dick Lukien. Waar je ook goed tegen kunt voetballen. We hebben in Spanje gespeeld en hier thuis. Nou, dat waren twee open wedstrijden. En dat verwacht ik zondag ook. En op kunstgras, nou, daar voelen de meesten van ons zich zeer thuis. Dus ik verwacht een open wedstrijd waarin veel ruimtes komen. Nou, en ons om daar goed mee om te gaan. Ja, je kunt in ieder geval Marques niet gebruiken. Die is geschorst. Maar ook Tanane is er niet bij, hè? Ga ik vanuit. Nee, die is er zondag niet bij, nee. Achterin ga je denk ik oplossen gewoon met Kramer? Die kans is wel groter dan niet. En het middenveld, Jordi Bruin? Nou, daar hebben we denk ik verschillende opties. Hè, want daar zou ook nog Matson kunnen spelen. Dus ja, dan kunnen we aan de zijkant weer andere dingen doen. Dus ja, daar hou ik nog even voor mezelf. We hebben verschillende opties. Dus, maar zondag kiezen we er eentje. Ja, en dan het weer. Ja, de zon had er vandaag wel een beetje moeite mee om zich door die dikke bewolking heen te prikken. En dat lukte dan ook niet overal. Gelukkig gaan we wel de goede kant op, want vanavond en vannacht krijgen we al te maken met de eerste opklaringen. Daarbij kan het wel flink afkoelen, zo rond het vriespunt zelfs. Maar we krijgen er ook een prachtig paasweekend voor terug. 14 graden op zaterdag, 16 tot misschien zelfs 17 graden op zondag. En de zon, ja, die zien we ook steeds vaker. Vanaf tweede paasdag wordt het langzaam weer wat wisselvalliger. Gelukkig bereikt de voorspelde regen onze regio pas laat in de avond. Dus kunnen we overdag nog volop van de extra vrije dag genieten. Ook dan blijft de temperatuur zo rond de 16 à 17 graden. Ja, dit was hem, het RN7 regio nieuws van vandaag. Nu op RN7 kun je weer kijken naar een nieuwe NEC-update met onder andere Ibrahim Sissoko en trainer Rogier Meijer. Maandag op tweede paasdag zijn we er met een compilatie van positief nieuws uit de afgelopen uitzendingen. Ondertussen blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws op rn7.nl. Hele fijne paasdagen en tot de volgende.